Hier we are op een nieuwe Kingdom server in een nieuw Kingdom. En yes, nog steeds ben ik koning. En wat ik wou gaan doen, ik wou eigenlijk wel mijn eigen huisje gaan maken. Mijn huizen zijn soms zo ingewikkeld, hè. How do you did build all this? I not understand. Go back to your hole. Hij wil niet terug zijn hole in, zie je dat? Hey, mijn naam is Tom en tof dat je kijkt naar deze nieuwe Kingdom video. Ja, dat was het. Ik had het net opgenomen, toen ging het niet helemaal goed. Maar hey, hier we are op een nieuwe Kingdom server in een nieuw Kingdom. En ja, ik maak deze video meteen na de vorige video. Je ziet dat ik hetzelfde shirtje aan heb. Ik dacht, ik ga even meteen video's doorpakken. Ik ga jullie vertellen waar we zijn, welk kingdom we zitten en wat we een beetje van plan zijn. Dit is de Kingdom server Kingdom 4. Dit is eigenlijk letterlijk een remake van de eerste kingdom die er eigenlijk waren. Dus Entropia, bla bla bla, al die shit. Ik ben het Kingdom Bor. Het Kingdom Bor, daar zit Mercia nu eigenlijk in op de Kingdom 4. Als jij die wil joinen, join dan lekker. Ik zal ook even de Discord servers neerzetten van Kingdom 4 en natuurlijk van Bor. Wil jij joinen, join dan lekker die Discord server. Zelfde server als de linkjes onder de Ruisse Glory naar Mercia. Mercia Discord server is gewoon omgetoverd naar de Bor Discord. Wauw. Ja, oké. Dit is dus wat momenteel Bor is. En yes, nog steeds ben ik koning. Kijk, ik heb nog steeds hetzelfde pakje aan met Jester Clothing en natuurlijk de Golden Crown. Ja, die hebben we net gemaakt, want we hebben net even een leuke video opgenomen. En waarom zit die spider hier? Wil jij even weggaan, meneer? Nee, even weggaan. Ik heb ook trouwens van staf, vond ik heel lief, heb ik deze wortel van Bor gekregen. Die kon natuurlijk niet ontbreken aan Bor. En je ziet hier de typische Mercia huisjes. Je ziet een farmhuisje met een... Wat doe jij nou hier? Oh, gaan we meteen schieten op mij? Nou, je kan niet goed schieten. Zal ik hem even neerhalen, jongens? Zal ik even laten zien of mijn PvP-skills beter zijn geworden? One hit kill! One hit kill! Wow, dat was ziek, man. Oké, nee. Dit is het huisje van Thijs. Dit is Thijs, de raadgever. Een van de lead van natuurlijk het Kingdom Bor. Dit is het huisje van, even kijken, Skeppy Junior. Junior, dus één van de drie huisjes die af zijn. Ik heb zojuist deze weggemaakt en deze huisjes aangepast. Hallo, wie ben jij? Dit is geen idee, ik kan de naam niet lezen, hij rent te snel. Hier zie je nog een mooi huisje die nog niet helemaal af is, of wel? Volgens mij is die wel af. Ja, dit is het, ook het huisje. En hier komen dan nog meer twee farmhuisjes. Daar ben ik nog mee bezig, die zijn nog niet af zoals je ziet. Ik dacht dat mijn render distance erg laag stond, want je ziet daar gekke vliegende dingetjes. Maar dat, ik heb me gewoon staan zoals altijd. Ja, wat kan ik vertellen? Kingdom Bor is natuurlijk Boris, het land van de bruggetjes, van de bergen en van de trapjes overal her en der. En ik wil dat ook enigszins in traditie houden, in leven houden natuurlijk. Dit is echt Mercia-stijl. En ja, dit is gewoon basic koeien. Dit is een beetje de opslag voor nu. Hier staan een beetje her en der wat dingen. Beneden heb je dan een, ja, gewoon een mine. Ik ga nu een stukje naartoe waar ik eigenlijk een beetje Bor terug wil laten komen. Zoals het ooit was. Dus met de trapjes, met de brugjes. En ik heb hier ook expres de spawn neergezet. Want hierboven wil ik een kasteeltje maken. En een ruimte waarin ik, zeg maar, mijn mensen in ontvangst kan nemen. En ik zie dat ik enigszins lag heb. Stop eens. Zo, kijk. Hier heb je een touwbrug om de bergen te kunnen beklimmen eigenlijk. En er staan twee kleine brugjes eigenlijk. Hier heb je een touwbrug. Dan loop je zo die touwbrug over. Ik vind echt een hele mooie brug hoor. Dat heb ik wel mooi gemaakt. Ik heb die op mijn eigen bouwserver gemaakt. Want deze server heeft geen bouwserver. Dus ik heb de map opgevraagd aan de owner. En die heeft die via FileZilla op mijn server gezet. En daarna heb ik deze brug eigenlijk gewoon gemaakt. Ik heb met blokjes ben ik eigenlijk gaan meten hoe lang is deze afstand. Deze was volgens mij 2D15 of 10 of zo. Volgens mij 15. En daar heb ik gewoon die brug opgemaakt. Eerst deed ik het gewoon in de game. Maar ik vond het toch lastig om bruggen dus te maken in game. Dus uiteindelijk heb ik deze overnieuw gedaan. En dan kun je hier gewoon lopen zo. En dan loop je hier zo de berg in. En hier bovenop wil ik dan ergens een mooi klein burgtje, fortje maken. Waarin dan een kleine hal zit, een kleine troonzaal. En daar kan ik dan mensen ontmoeten. Dus en hier komt dan als goed is een toren. Die wouden we eigenlijk al maken voor de video. Maar het ging niet helemaal goed met mijn bouwserver. Want ik ben een mapje kwijt. Dus die moet ik opnieuw inzetten. En dat is het eigenlijk voor nu. En wat ik wou gaan doen. Ik wou eigenlijk wel mijn eigen huisje gaan maken. Dus dan gaan we weer terug naar beneden. En dan gaan we denk ik een huisje voor mezelf maken. Je ziet echt ook enorm veel van dat soort beesten hier. Dat vind ik wel. Het is apart. Want normaal had ik dat eigenlijk niet. Normaal zag je die vet weinig. In ieder geval op de ruis. En nu zie je die in één keer vet veel. Ik ga even kijken, wat heb ik nodig? Wat hebben we nodig? We gaan denk ik eerst een beetje heel simpel met cobblestone. Gaan we denk ik mijn huis vormgeven.
Of het wordt niet per se mijn huis, denk ik. Ik ga gewoon een huis bouwen. En niet per se mijn huis, want dat vind ik best wel lastig. Om dat zo te doen, want ik wil mijn huis toch wel bijzonder laten zijn. Dus ik ga nu alle spullen pakken waarvan ik denk dat ik ze nodig heb. Ik heb ook even tools nodig, want zonder tools kan ik niet zoveel. Blijkbaar zeiden mensen dat ze het leuk vonden als ik ging bouwen in een video. Dus dan gaan we lekker bouwen in een video. Nou, oké, we gaan een huisje maken. En we gaan niet zo'n huisje maken, want daar hadden we al te veel van staan. En we hebben hier ook een beetje een kloof. Dat is wel creepy. Misschien kan ik deze kloof gewoon hier houden. En kunnen we hier iets van maken. Dat is wel nice. Ik denk dat ik hier een klein bruggetje over maak. En dat ik hier zo'n muur omheen zet. Eigenlijk is het op zich best wel nice. Zo'n kloof hier zo. Ja, dat gaan we denk ik wel doen. Maar dan moeten we wel beneden die kloof een beetje schoon houden. En dan ga ik hier denk ik gewoon een huisje maken. En wat voor huisje we gaan maken, ik heb geen idee. Weet je, laat je verrassen. Ik ga denk ik gewoon maar wat verzinnen. We moeten gewoon gaan bouwen en niet te veel gaan lullen. Kijken, maar ik vind het altijd het leukste om de meestal hele random huizen te maken. Dus hele random vormpies en dat soort dingen. We kunnen wel een redelijk groot huisje maken. Ik maak mijn huizen meestal ook een beetje dat het lijkt alsof ze half afgebrokkeld zijn. En dat vind ik wel moker cool. En we gaan denk ik gewoon een beetje een farmershuisje maken. Want wij beginnen natuurlijk niet meteen als rijke stinkers. We moeten ergens opbouwen. En het begint natuurlijk... Ja, eigenlijk zonder geld en zonder rijkdommen en zo. En ik heb niet genoeg hout. Dat zei ik net ook al. Nou ja. Kak. En ik bouw meestal even kijken. 3 hoog. Nou, toevallig heeft er iemand die komt naar me toe. Hey, ik heb geen huis. Hoe kom ik aan een huis? Dus in principe kan je dit huis wel claimen, denk ik hierna. Denk ik. Wow. Ik ben best wel heel erg... Hoe noem je zoiets? Dat ik... toch wel op een bepaalde manier iets wil bouwen als ik zelf een huisje bouw. Dat is gewoon iets... I don't know. Zo, en dan zet het gewoon even op een bepaalde hoogte. Op een bepaalde hoogte, kom maar op. Zo. Zo. Zo, dan haal je binnen eventjes wat dirt weg. Dan kun je de vloer natuurlijk fixen. Ik fix die vloer wel even. Moet wat trappetjes heb ik, denk ik. Zo, dan hebben we hier een beetje een deur staan. Ik ben meestal best wel geconcentreerd als ik echt aan het bouwen ben. Dus het is voor mij echt wennen om nu van alles te gaan vertellen. Normaal laat ik gewoon hier en daar laat ik gewoon wat zien. Maar ik doe mijn best. Kijk, dan heb je hier gewoon een beetje een random trappetje. Vind ik hem mooi. Ik wil hem toch anders hebben. Even kijken, ik wil hem toch zo hebben, denk ik. Kijk, en dan gaat het trappetje zo omhoog, zo, la 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 la. En dan heb je hier natuurlijk de tweede level, eigenlijk. Want ik wil... Even kijken, kan ik hier ook een balkonnetje maken, denk ik? Ja, dat kan zeker wel, jongens. Hij wil me neerhalen. Hij wil me neerhalen, jongens. Maar dat wil ik niet. Even kijken, dan doen we hier, doen we nog één. Dan zetten we hier nog een paaltje neer. Lekker klimmen. Zo. Lekker shiften ook nog. Shiften is best wel moeilijk, man. Als je Minecraft niet gewend bent. Dat heb ik echt gemerkt. Echt twee vrienden van mij die zijn begonnen met Minecraft spelen. En die, als je ziet hoe die soms spelen, dan denk je echt van oké, het ziet er wel ingewikkeld uit in het begin. Maar ja, een beetje die Minecraft pro zoals mezelf. Ja, niet echt pro, maar ik speel het wel al jaren. Dus daarin noem ik me eerder pro dan noob. Ik ben geen... Ja, weet ik veel. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ik ben meer ervaren. Zullen we het zo houden? Ja, we houden het zo. Wel vervelend dat het steeds zo donker is en zo. Dat is wel naar. Iedere keer als ik ga opnemen, regent het. En dan is het zo donker. En huilen. Mijn huizen zijn soms zo ingewikkeld, hè. Mensen denken echt van, what the fuck? How do you did build all this? Tom, I not understand. Go back to your hole. Go back to your hole. Hij wil niet terug zijn hol in, zie je dat? Ja, dan niet, dan sterf je maar. Ik wou hier naar beneden knallen, maar hey, hij wou het niet. Zo, lekker random dancing. Oké, en dan kunnen we hier... Ik zit wel weer op een nieuw niveau. En dan gaan we eventjes... We gaan dit weer volgooien eigenlijk met slabs. En dan zitten we op het tweede level, eigenlijk tweede niveau hier... te klooien. En ik wou eigenlijk een balkonnetje maken achter mij, maar ik vul het eventjes snel op voor jullie, ja? Oh, we kunnen het ook wel een beetje zo laten. Even kijken, heb je hier zo wat hekjes? Ja, dat is wel leuk, toch? Hebben ook wat lampjes meegenomen, wat lampjes meegeneemd. Kijk, doe je hier zo, random lampjes. Is het niet mooi? Oh, jongens, is het prachtig. Och, even kijken. En dat doen we hier, maken we dan zo... Zoiets. Zo. En hoe gaan we dat dan doen? Ik denk met hekjes toch of zo. Ik heb geen idee. Hoe gaan we dit dan een beetje zo vastmaken? Kun je dat zo doen? Oh, dat gaat makkelijk. Kijk.
per ongeluk. Nou ja, kijk, dan hebben we hier... Tuurlijk, sta jij weer in de weg. Kun je even opdonderen? We gaan hier de deur maken. Snel. Zie je, ik wist het wel. Er komen weer plagen. Okay, maar we zetten er gewoon een deur in. Als het goed is, heb ik een deurtje bij. Ik heb twee deuren bij, zo. En ik werk altijd met pressure plates. Want dan kun je gewoon lekker lui gewoon lopen. Dat vind ik ideaal. Oh, wat is hier fout gegaan? Hier is iets fout gegaan. Zo wil ik dit. Oké, nee, ik vind dit toch niet mooi. Kijk hoe één slap heel mijn ding kan beïnvloeden. Zo, kijk, dan maak ik hier... Ik val weer naar beneden, hoor. Bovenop een krijper. Wegwezen. Zo, dan heb je hier een beetje een balkonnetje. Ik ga er denk ik wat sneller doorheen. Want ik wil toch deze video afkruigen vandaag. En ik denk dat ik hier, laat ik denk het zo schuin omhoog gaan. Ik denk dat dat wel mooi is, als ik het hier zo schuin omhoog laat gaan. Het dak. En dan hebben we hier, houden gewoon 1, 2, 3, 4. Even kijken. Hoe gaan we dit doen? Wat ook wel leuk is trouwens, is als je zo doet en dan zo. Dat is ook mooi. Dat is zeker mooi. En dan doe je dat niet overal, maar dan doe je dat maar op één plek. Dat vind ik wel grappig. Zo, kijk. En dan heb je zo, heb je hier raampjes. En dan heb je hier een raampje, want daar beneden kan natuurlijk niet. Maar hoe gaan we het hier doen? We gaan het hier zo doen. Oh, ik zit nu al door het hout heen. Ik heb even tegen die cheeseleur gezegd van, hij heeft me net anderhalf stek hout gegeven. Ik zeg, weet je, als jij me nog wat hout kan brengen, dan mag je dit huis hebben. En dan heeft hij zijn probleem is dan opgelost. En dan hoeft hij niet langer te zoeken naar een huis. En hoe kom je hierop? Ik denk dat je hier gewoon zo wel op kan komen, toch? Ja, dat lukt wel. Dan heb je hier zo de deur. En dan maak je hier wat hekjes. Het is wel een heel smal balkonnetje, denk ik. Maar ja, we kunnen het groter maken, denk ik toch. Zullen we het nog een beetje groter maken? We kunnen het zo wel groter maken, toch? Zo. Heb jij nog wat hout voor mij, jongeman? Oh, lekker. Oh, hij heeft dik veel hout gegeven. 2 stacks. Trouwens, builders van Boor. Kunnen we hier wat moois van maken, denken jullie? Hier een bruggetje zo overheen. En aan de zijkanten met stone bricks, denk ik. Dat wel mooi is. Ik denk wel dat het een leuk idee is, toch? Als je het met me eens bent, laat het me even weten. Ik heb enigszins lag. Weet je, die regen is zo vervelend. Zo, oké. En hier doen we dan schuin omhoog dicht laten gaan. Ik weet niet of het kan, hoor. Ik twijfel nog enigszins of het lukt. We hebben hier overal raampjes kun je neerzetten. Ik wil hier het dak dan proberen dicht te maken als het lukt. Zal ik eens een poging gaan wagen? Even kijken hoe we dit kunnen gaan doen. Ik denk dat we wel hier moeten beginnen, echt. Of moeten we hier beginnen? Zo. Huis maken is soms toch nog wel ingewikkelder als je denkt, hoor. Dat is echt ingewikkelder. Ik denk dat mensen die net Minecraft beginnen, echt denken van, hoe kun je zo'n ingewikkeld huis maken? Hoe dan? Ik niet snap. En uiteindelijk ga je dat allemaal zelf wel leren. Het is gewoon een kwestie van ervaring, denk ik, hè. Dit is wel een iets ander stel dak dan de rest. Dit is wel een iets duurder huisje, denk ik dan. Maakt dat uit? Dat maakt verder denk ik niet uit, toch? Maakt verder denk ik toch niet uit. En hoe gaan we dat doen? Ga ik hier een houten dak opzetten? Ik ga hier gewoon een houten dak opzetten. Ik heb scheid. Voilà, ik heb scheid. Wanneer je een Hollander Wolla wilt zeggen. Oké, nice. Very nice. De miskliks. Kijk, deze daken is echt heel, heel belangrijk dat je heel goed aan het shiften bent. Anders, jij hebt, een probleempje. Even kijken, dan doen we die zo, dan doen we die zo. Oh ja, ik ga mijn oude stijl gebruiken, die ik heel vaak ooit heb gebruikt. Ja. Hoe ging die nou precies? Ik weet het niet meer goed. Ik weet niet meer goed hoe die ging. Maar ik ga deze, dit is echt een totaal ander stijl als ik normaal gebruik. Maar, oké, we gaan het gewoon doen. Fuck it, we gaan het gewoon doen. Dit wordt gewoon super dik. Ik weet niet of het kan trouwens. Ja, deze stijl, die heb ik echt... In de binnenstad van een... Oh, dat is lang geleden. Dit is een van de stijlen die ik zeg maar goed kan bouwen. Die hadden we ook in de... Deze dag hadden we ook in de binnenstad. In de van het hertogdom nog. Ja. Ik herinner me weer. Oh, maar dit is zoveel te hoog. Nee. Dit ga ik niet doen. Ik denk niet dat ik dit kan gaan doen. Nee. Dit kan niet. Dit is veel te hoog. Laten we dat maar niet doen. Weet je, dit is totaal anders. Dat zijn een beetje meer totaal plattere dakken en zo. Ik denk niet dat dit verstandig is als we dit zo gaan doen. Ik denk dat... Ga nou eens weg. Ga nou eens weg. Ik heb je lang omgehakt. Nee, je mag niet nog een keer die span. Nee. Ik denk dat we het gewoon anders gaan doen. Jongens, we gaan het gewoon een hele simpele manier doen. En dat is... In het begin ziet het er heel lelijk uit. Maar uiteindelijk wordt het wel mooi. Want wat je eigenlijk gaat doen is... Je gaat hier gewoon omheen en je gaat steeds eigenlijk een niveau hoger. Maar ik denk dat ik eerst dit moet gaan bouwen. Zo, nou hij heeft toch nog een stukje van het dak wat ik wou gaan bouwen. Een klein stukje dan.
Kijk, is het niet mooi dan? Even kijken, tot hoeveel laten we dat doorlopen dan? Ik kan het wel hier doen trouwens. Ik kan het wel een klein stukje doen. Weet je, ik doe het alsnog. Ik doe van beide gewoon een beetje. Nou, jongens, weet je, ik ga dit huis niet verder maken, denk ik, in deze video. Ik ga het een keer een beetje buiten de video doen. Want ik moet me gewoon te erg concentreren. En ik denk dat ik gewoon iets simpels moet gaan doen in de video. Dus bij deze hebben jullie een beetje gezien hoe ik bouw. En ik bouw, in principe kan ik heel goed uit mijn hoofd bouwen. Maar soms heb ik bepaalde dingen die ik graag wil maken. En dan ben ik lekker lui en dan zoek ik gewoon een foto. En dan ga ik gewoon een foto een beetje nabouwen. Maar zoals je ziet, ik kom in de volgende video terug bij dit gebouw. Neem dit gebouw in je op zoals je hem nu ziet. Neem het in je op. En in de volgende video ga ik terugkomen bij dit gebouw. En dan ga jij zien wat ik ervan gemaakt heb, ja? Dus ik ga eventjes van alle kanten, laat ik jullie eventjes zien hoe het eruit ziet. Neem het in je op. En in de volgende video gaan jullie terugzien wat ik ervan gebakken heb, ja? Zullen we dat dan beloven? Ik maak nu het huis niet af in deze video, maar jullie zien het wel in de volgende video. Dus oké, we gaan hier de video afsluiten. Ik zit al bijna op een half uur, dus ik vind het meer dan genoeg. Dit moet ik allemaal gaan editen en ja, heel leuk. Eventjes voor de duidelijkheid. The Rise to Glory is dood. Kingdom 4 is de nieuwe server waar ik op speel in het Kingdom Bor. Kom gezellig erbij. Je kan ook in een ander kingdom gaan waar jij fan van bent of waar je graag bij wilt zijn. Ik was vroeger altijd fan van Entropia toen dat helemaal hyped was en zo. Kingdom 1. Maar momenteel zit ik in Bor, want dat was een kingdom wat vrij was. En het is gewoon een prima leuk kingdom. Ik zit hier met de mensjes in van... Even kijken, van oud Mercia, eigenlijk in feite Mercia zit gewoon in Kingdom Bor. Heel leuk, we gaan roleplayen en dat soort dingen doen. Er komt sowieso al een roleplay video heel snel aan, heel snel. Hoe weet ik dat? Ga ik jullie niet laten weten, maar oké. Okay. Dus bij deze heb je vragen, whatever. Discord servers staan in de beschrijving. Kingdom 4 van Kingdom Bor staat erin. Ja, IP'tje kan ik er ook wel inzetten, maar in principe heb je een whitelist nodig. Dus inderdaad, IP heb je niet veel. Verder, bedankt voor het kijken naar deze video. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan even. Meer dan 50% dat kijkt naar mijn video's. Kijkt wel, maar is niet geabonneerd op mijn kanaal. En dat is zonde. Abonneer even lekker op mijn kanaal. Zou tof zijn. En laat ook zeker even een leuke reactie achter om deze video. Wat je ervan vindt van alles wat in deze video is voorgekomen of whatever. En dan zie ik jullie gauw weer terug. Snel terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot snel bij een nieuwe video. Bye.